allemaal, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag zit ik hier weer niet alleen voor deze top 10 of top 5 eigenlijk. Ik zit hier samen met Sven van het Spelhuis en we zijn samen op vakantie. Hè? Wat kun je iets meer zeggen daarover? Goh, ja, we zijn eigenlijk nu in Nieuwpoort op het Bordspellenweekend van het Spelhuis. Inmiddels al de derde editie. En weer zijn we met een full house hier, een honderdtal mensen. En het is al heel leuk geweest. Ja, ja. We zijn allemaal een beetje moe misschien, dus als we wat haperen, dan komt het daardoor waarschijnlijk. Zou zomaar kunnen. We gaan vandaag een top 10 doen van snelle spellen. En ik weet niet hoe jij dat hebt gedefinieerd. Goh, kijk, sinds we een winkel hebben, is het voor ons altijd druk. Hebben we niet zoveel tijd om te spelen. Ook veel klanten vragen om tussendoor iets te spelen. Dus ik heb eigenlijk gekeken wat zijn spellen die je snel kan nemen, snel kan uitleggen, die over het algemeen niet te lang duren, maar als ze wel langer duren, dat je makkelijk even kan opstaan, weggaan, gauw terugkomen spelen. Dus niks wat zwaar is, heel lang duurt en waar je eigenlijk altijd aan de tafel moet blijven zitten. Ik heb een andere definitie gehanteerd natuurlijk. Ik heb proberen een spel te nemen die je in 30 minuten, toch maximum, kunt uitleggen, opstellen, spelen en terug opbergen eigenlijk. Ik heb proberen daar heel strikt in te zijn en als een spel soms daaronder geraakt, dan heb ik dat ook geëlimineerd. Bovendien heb ik ook kaartspellen even erbuiten gelaten, want dat zou een aparte top 10 zijn. Oeps. En party game, maar nee, je mocht dat natuurlijk doen, hè. Maar party games en zo, dat heb ik ook maar geschrapt, omdat dat toch ook weer iets anders is. Mm-hmm. En die zijn meestal ook wel kort van nature, maar meestal speel je ook meer en blijf je doorspelen. Dus ik heb proberen zoveel mogelijk spel in een compacte tijd proberen te steken. Oké. Okay. Ja, dan zullen we er eens in vliegen, hè. Goed. En Maarten had me gevraagd wat componenten mee te brengen. Dus ik zal beginnen met deze. Dat is al een leuke die ik tijdens het weekend heel wat gespeeld heb. Ja. Ik weet niet, kunnen ze hem... Ik herken hem wel, maar andersom is misschien nog iets gemakkelijker. Ja. Ja, Skull and Roses, of tegenwoordig ook Skull genoemd, denk ik gewoon. Dat klopt. Dit is Skull, een bluffspelletje. Waarschijnlijk zijn bluffspelletjes ook al mijn favoriete genre. Dit is een hele simpele, kan eigenlijk makkelijk uitleggen, ben je snel aan het spelen. Materiaal heb je eigenlijk 4 kaartjes, 3 bloemen en 1 skull. Je gaat kaartjes leggen en dan ga je gaan bieden. Op zich heel leuk, altijd lachen. Je gaat tot 6, dat is ook al iets wat leuk. Mm-hmm, ja. Ja, ik vind het ook een tof spel. Ik heb hem er niet in staan. Ik ben blij van Maarten. Ja. Maar niet iedereen begrijpt de trek. Het is zo simpel dat het onlogisch lijkt voor sommige mensen. Dat is iets gek wat je zegt. Wat ik vaak zie met simpele spellen die een tweetal regels hebben, is dat mensen vaak meer regels zoeken en van alles gaan bijverzinnen. Zo, is het zo? Is. Ja, is dat klopt. Ja, en dat heb ik bij deze al een paar keer gemerkt. Maar ja, als je hem eenmaal door hebt, is het echt een hele leuke. Wat heb ik op 5 staan? Dit is mijn nummer 5. Gaat je waarschijnlijk herkennen. Dat is Drop It. Ja, Drop It. Drop It is een spel waar dat je van deze platte figuren moet laten vallen in een soort van verticale opstelling en dan kun je doorkijken. En dan moet je proberen punten te scoren en er zijn eigenlijk vooral veel regels wat niet mag. Mm. En dat heet dan taboe. Je mag niet de blokken van dezelfde kleur of niet van dezelfde vorm raken, daar komt het eigenlijk op neer. En dan staan er lijntjes op en hoe hoger je blok de bovenste punt ervan uitsteekt, boven een bepaalde lijn, scoort je ook nog eens punten. En dan speelt gewoon tot je eigenlijk al je blokken op hebt gespeeld. Ja. En dan zit je meestal ergens aan de bovenkant. En dat is heel snel uitgelegd, dat principe. Het is ook heel entertaining. Ja. Mensen zijn wel nieuwsgierig als ze dat op zien staan. Ook. Wat is dat nu? Waar zit je bezig? Het is ook populair, lijkt zo'n beetje op 4 op een rij hoe je het erin stopt. Ja. Want de rest heeft eigenlijk niks met 4 op een rij te maken. Ja. En het is een beetje tactisch wel, je moet een beetje nadenken, zal ik zeggen, maar het komt nog altijd neer op geluk, of ja, de fysica eigenlijk. Hè? Behendigheid. Behendigheid, ja. Dus ik denk ook wel dat als je veel speelt, word je er wel wat beter in dan dat je het de eerste keer speelt. Want die blokken die vallen op bepaalde manieren dat je soms niet verwacht. En als je dat vaker speelt, lukt dat wel. Ja. Dus dat was onze nummer 5. Deze kaart. Maarten? Dat spel heb ik nog niet gespeeld, maar aan de achterkant staat waarschijnlijk... Daar staat de naam inderdaad, Het ziet er iets Japans uit en
Ik ben nu de naam even kwijt, maar ik denk dat het wel weet wat het is. Ah, nee, nee. Dat had ik niet verwacht. Het is Ohanami. Nee. Een vrij recent kaartspelletje. Van dezelfde maker als, nu moet ik goed nadenken, The Game. Ah ja, ja. Er zit opnieuw het mechanisme in dat je kaarten van laag naar hoog moet leggen, zoals met The Game. Mm-hmm. Alleen deze is niet coöperatief. Ik ben eigenlijk geen fan van coöperatieve spellen. Ik hou van competitieve spellen. Die kan je, die gaat perfect met van 2 tot 4. En eigenlijk ga je een tuin maken. Je mag eigenlijk 3 rijen van kaarten openen en het mechanisme wat erachter zit is eigenlijk drafting. Je gaat beginnen met een aantal kaarten. Het juiste aantal, daarom ik altijd in de regels kijken, dat vergeet ik nog wel. Ik denk 10. Je pakt er eentje, legt die gedekt, geeft door en dan ga je hem opendraaien. En zo ga je 3 rijtjes maken van hoog naar laag. Het zijn 3 rondes. In de eerste ronde scoor je de eerste kleur, tweede ronde 2 kleuren, derde ronde scoor je eigenlijk alles. Maar de kleur die je in de eerste ronde gelegd hebt, is minder waard. De kleur die je in de laatste ronde legt, is meer waard. Heel leuk mechanisme, speelt heel leuk, heel tof. Heel populair ook. Mensen die het spelen nemen het eigenlijk in de winkel altijd mee. Oké, okay. Dat is leuk. Dat is nog iets dat ik niet ken. Dan moet je nog een vraag scrollen, dan maar. Ja, dat is waar. Dat is waar. Waar ik op 4 heb staan, gaat je waarschijnlijk wel kennen. Want het komt uit de winkel, denk ik. Dat is Trax, ja. Dat is ook een heel leuk spel. Ja, het ziet er afschuwelijk lelijk uit, dat moet ik wel even zeggen. Daar ben ik het helemaal mee eens. En je ziet er allemaal 6 hoekjes op staan. En dat zijn eigenlijk de kleuren die je gaat moeten aanduiden op een bordje. Iedereen heeft een verschillend bordje waar dat hij op een stift gaat tekenen. En je gaat eigenlijk een soort van sneekgewijs gaat je proberen eigenlijk al die blokjes af te gaan. Er staan ook bepaalde plaatsen op het veld waar er punten staan. En als je het eerst bij de 10 geraakt, krijg je 10 punten. Maar zijt je niet op dezelfde moment aan de 10 geraakt, dan scoort je maar de helft, dus 5 punten dan. En zo staan alle getalletjes tot 10 er. En op het einde gaat je voor elk vakje dat je niet hebt gedaan ook nog eens punten aftrekken. En dat klinkt misschien nog niet zo verbazingwekkend, maar het is puzzelachtig, maar het is heel entertaining, vind ik wel. Het ziet er saai uit, het ziet er lelijk uit, maar het is fantastisch leuk. Ja, eigenlijk wel. Het is verslavend leuk en eigenlijk heel toegankelijk. Ik heb het ook al met bommas gespeeld, die voor de rest geen spelletjes spelen. En die wou blijven spelen, blijven spelen. Maar een echte aanrader, maar niet op basis van schoonheid. Het ziet eruit als een gewone dobbelsteen. Dat is het in eerste instantie ook, maar er staat een toucan op en dan weet ik ook wat het is. Ja, dat is Perudo. Waarschijnlijk ook al een klassieker die vele mensen kennen, misschien niet onder deze naam. Ook weer een bluffspelletje. Kan je tot 6 spelers spelen. Iedereen krijgt een dobbelbekertje, krijgt 5 dobbelstenen. Je gaat dobbelen, houdt je resultaat gedekt en dan ga je bieden. En eigenlijk bied je op basis van wat je onder je eigen potje hebt liggen. En je gaat ook bieden, en dat is eigenlijk een beetje gokken wat de anderen hebben. En je zegt bijvoorbeeld, ik denk dat over de hele tafel er 10 zessen liggen. Ja. En dan mag de volgende je overbieden. En overbieden doe je eigenlijk, eenvoudig gezegd, door ofwel het aantal dobbelstenen te verhogen, ofwel het aantal ogen. Nu dat is bij 6 iets moeilijker, dus dan moet je dadelijk het aantal dobbelstenen verhogen. Er zijn nog een aantal andere extra regels, maar dat zijn details. Maar dat is eigenlijk de basis van het spel. Super leuk, ook altijd lachen. Zeker als je er iemand laat inlopen. Dat je bluft dat je heel veel van een 6 hebt en eigenlijk geen enkel. Je kunt bijvoorbeeld het spel beginnen en je kijkt onder de bekertje. Je ziet, ik heb geen enkel 4, maar ik zeg 10 vieren. Ja. Overdrijven. Ik vind het een leuk spelletje. Ja. Die gaat je niet kennen, denk ik. Ik ga het zo even plat neerleggen. Ik ga het zo even, maar dan zien de kijkers het wel al. Maar... Ah, dit is de achterkant. Dit is de voorkant. Hè? Die jij ziet is de voorkant. Oké. Okay. Dat zegt me helemaal niks. Nee. Escape Now. Nee, nog nooit gespeeld. Ken ik zelfs niet. Nee. Het kortste spelletje qua escape rooms. Maar het is ook eentje dat je kunt blijven spelen. Dus het is niet echt met raadseltjes of zo. Je gaat proberen, het is ook weer puzzelachtig. Werkt samen in de eerste plaats, dat is logisch. En je gaat proberen te ontsnappen door op het juiste moment kaartjes te spelen bij bepaalde locaties. Dus hier, ik heb hier een blauw kaartje liggen. Dus dat kan ik spelen bij een locatie die blauw en dan meestal nog een tweede kleur. Dus blauw-geel worden. Dan moet je blauw en geel kaartje. En van zodra dat je samen daar 5 kaartjes van die kleur hebt
gelegd, dan is die locatie gedaan en kun je naar de volgende. Het is nog leuker dan ik het nu beschrijf. Ik hoop het. Maar het leuke is ook wel, je mag niet communiceren. Dus je mag eigenlijk alleen maar spelen. En als je een kaart opoffert van een stapel, want het deck met kaarten is eigenlijk de tijd, 60 kaarten, 60 minuten zo gezegd, om te ontsnappen. En als jij een kaart van een stapel neemt, mag je een vraag stellen, kunt jij daar dat oplossen? Ja. Okay. Het zit goed in elkaar, het is altijd wel spannend eigenlijk. Het is niet dat het... Je wint meestal niet heel gemakkelijk of je gaat ook niet zwaar verliezen. Meestal is het echt komt op die laatste kaarten aan. En dat vind ik goed aan het spel. Dus coöperatief neem ik aan. Ja, coöperatief. Okay. Ja, tot hoeveel spelers? Tot 6. Van 2 tot 6, met 2 licht aangepaste regels. Maar hoe meer, hoe beter zou ik zelfs zeggen in het spel. Maar niet per se gemakkelijker. Okay. Ook 3 niveaus voor het wat moeilijker te maken, moest het te gemakkelijk zijn. Allee. Eentje die we moeten proberen. Ja, toch, zeker wel. Dan, dit is een hele moeilijke. Deze zijn 2 favorieten van mij. Daar kan ik niet tussen kiezen. Die staan misschien ook in uw algemene top 5 of zo. We gaan deze kiezen. Ik ga hem even zo laten zien. Aan de andere kant staat namelijk de naam van het spel. Even maar laten zien. Deze had ik al verwacht dat er ging inzitten. Want ik weet, als er één spel is waar dat... er is er blijkbaar nog eentje. Maar als er één spel is waar ik weet dat hij fan van is, dan is het wel Wizard. Ja. Een vlot kaartspel. Sowieso speel ik heel graag slagenspellen. Mm-hmm. En dan is er eigenlijk één slagenspel die mijn absolute favoriet is. Op het weekend hier ook waarschijnlijk al het meeste gespeeld. Dat is Wizard. Een slagenspel. Waarschijnlijk zal er zoveel zijn. Maar met de leuke twist van de Wizard, die eigenlijk altijd de slag heeft. Die, een soort van troef eigenlijk. Ja. De hoogste troefkaart die er is, er zitten er 4 in. En dan 4 narren, die eigenlijk, waarmee je geen enkele slag gaat halen. De eerste ronde krijgt iedereen een kaart, 1 kaart. Tweede ronde 2 kaarten, derde ronde 3 kaarten en zo verder. En eigenlijk ga je je slagen moeten voorspellen. En hoe beter je dat doet, hoe hoger je punten gaan zijn. Het leuke eraan ook is dat eigenlijk met slechte kaarten je ook kan winnen als je met het juiste aantal slagen goed voorspelt. En dat is met heel andere slagenspellen niet. Daar gaat het gewoon goede kaarten krijgen. Ook zo'n beetje als bij Piratenbridge, als je die hebt gespeeld. Piratenbridge is een beetje afgeleid van dit. Daar zitten nog wat extra speciale kaarten in. Maakt het dan misschien een beetje moeilijker weer tegen Wizard, is dan op dat vlak misschien een beetje meer eenvoudig. Maar absoluut. Het lijkt in eerste plaats op een klassiek kaartspel. Dus als mensen dat al gespeeld hebben met troef en zo, dus dan gaat deze dan gaat dat ook heel gemakkelijk zijn. Ja. Wat ik op 2 heb staan, gaat je waarschijnlijk ook wel herkennen. Ja, dat is het puzzelspel Scarabia. Scarabia, ja. Super tof, ja. Ik vind het een heel tof spelletje. Het is een soort van Tetris-legpuzzel die je gaat moeten doen. En er zijn eigenlijk ook verschillende manieren weer om te spelen, maar wat je meestal gaat doen is bepaalde scarabeeën, dus kevers die er op het bord liggen, gaat je proberen te ommuren, zou je kunnen zeggen, met de tegels. Ja, zie je, dat is nu net het leuke. Ja. De meesten moeten de tegels goed aan elkaar passen. Tegen hier moeten ze niet zo goed, moeten eigenlijk wat dingen gaan inderdaad doen. Inderdaad. Ja. En dan moet je ruimtes maken die maximum 4 groot zijn. En dan scoort je eigenlijk het aantal vakjes dat erin is, maal het aantal kevers. En dat kan heel interessant worden. Heel leuk. En het speelt echt op een kwartier tijd. En er is een solo variant, dan moet je ze wel proberen te bedekken. Dan is het gewoon you win or lose. Uh-huh. En we hebben dan nog een duel eigenlijk. En dan speel je samen op één bordje. Ik speel eigenlijk ook de solo variant met meer spelers. Ja. Dus af en toe om af te wisselen. Interessant om die puzzel te laten kloppen. Ja, heel leuk. Dan gaan we over naar onze nummer 1. Een geweldige, kwaliteitsvolle component. Een rood schijfje. Aha. Het had zomaar van bingo of zoiets kunnen zijn. Ja. Maar dat is het niet. Ik zou gokken op gejaagd. Maar... Het is gejaagd, ja. Waarschijnlijk de meest vreselijke titel die er is, dankzij onze noorderburen. In het Engels noemt het No Thanks. Thanks, ja. Dat is, klinkt iets sexier dan gejaagd. Ik zie nu net de componenten voor me liggen. 4 van de top 5 zijn eigenlijk bluffspellen.
Dit is ook weer zo'n een bepaalde voorkeur wel, hè. Ja, ik heb een lichte voorkeur voor dit type spellen. Geschaakt is eigenlijk ook heel simpel. Je hebt een deck van kaarten. Ik denk, de cijfers gaan van 3 tot 35. Deck ga je schudden, er gaan 9 kaarten uit. Iedereen krijgt de muntjes. Dat zijn eigenlijk de pluspunten, de waardes op de kaart zijn de minpunten. En dan ga je beginnen op weer super simpele regels. De speler die start, draait de kaart open en die heeft 2 keuzes. Of je neemt de kaart, de minpunten, of je legt er een muntje op. En dan heeft de volgende speler dezelfde keuze. Natuurlijk, naarmate er meer muntjes opkomen, liggen er ook pluspunten op de kaart, dan wordt het interessant om de kaart te nemen. Ja. Nog één dingetje extra, dus de kaarten die je neemt... Het leukste eigenlijk nog misschien, ja. Het leukste, ja. De kaarten die je neemt zijn de minpunten, maar als je setjes hebt, kaarten die eigenlijk op elkaar volgen, is alleen de laagste kaart van een setje. Ja. De minpunten. En zo kan je natuurlijk spelers af en toe... door een kaart die zij nodig hebben, die net tussen hun 2 past om een setje te vormen, net voor hun neus weg. En dat is de leuke twist wel op het verhaal eigenlijk. Ja. Ik heb ook veel gespeeld, het is wel al even geleden dat ik hem nog op tafel heb gekregen, maar het is een leuk spelletje. Hè. Dat was mijn nummer 1. Ik weet niet of je het gaat kennen. Misschien wel. Er staat geen informatie op. Wat erbij zit, is ook zo'n grote boot. Nee, geen grote boot. Er zitten nog 3 andere bootjes bij. De een al wat groter dan de ander. Nee, dan ga ik moeten passen. Het is van 999 Games, Jolly and Roger. Oh, die had ik moeten kennen, want die heb ik gespeeld, maar ik herken deze. Het doet me een beetje denken aan een van mijn favoriete spellen, Biblios. Maar Biblios is dan weer... Mm-hmm. Wij spelen ondertussen met ons tweetjes onder het kwartiertje meestal zelfs. Maar in het algemeen, als je meer speelt, gaat je waarschijnlijk langer dan een half uur bezig zijn. Vandaar, deze speelt quasi altijd onder het half uur, zou ik zeggen. En wat gaat je daar doen? Je gaat eigenlijk 5 kaartjes krijgen, ieder een beurt. Je kunt alleen maar wel met 2 spelen. En jij moet eigenlijk die in 2 groepjes verdelen. En de tegenstander mag dan als eerste kiezen welk groepje neem ik en welk mag jij houden. En dat vind ik een heel interessant principe, want je hebt piraten en dan gaat je die proberen te leggen bij de 4 verschillende schepen. En wie de meeste aantal piraten, of als je de nummertjes gaat optellen, het meeste aantal punten heeft bij een bepaald schip, krijgt hij nog eens de bonus op het einde van het spel, in dit geval een 9. Een heel simpel principe eigenlijk. En je kunt het dan nog wat extra spicy maken door er nog wat speciale kaartjes in te steken, waardoor er nog wat twisten kunnen gebeuren. Maar ik vind het heel spannend. Het spel waar dat je een beetje verdelen heerst. Je moet een beetje kiezen. Hoe ga ik een beetje risico nemen om die groepjes te verdelen? Ga ik alles aan de ene kant leggen wat ik goed vind? Waarschijnlijk niet, want dan gaat de tegenstander ermee lopen. Oh, ik kan me herinneren, inderdaad. Ik heb hem met Sarah gespeeld. Ja. Wij vonden hem ook heel leuk. Ja. Staat niet in mijn top 5, maar dat was nog altijd heel leuk. Het jammer eraan eigenlijk is dat hij het in de verkoop, althans bij ons, niet zo goed gedaan heeft. En ik denk voornamelijk omwille van het thema. Ja. Het ziet er eigenlijk uit voor kinderen, maar toch is het een spel gericht naar volwassenen. Dus dat is een beetje jammer, want het is op zich inderdaad... Het is geen moeilijk spel, het is toegankelijk voor kinderen, maar ik denk dat volwassenen meer aan de strategie hebben eigenlijk. Ja, dat klopt. En ik was eerst ook een beetje... niet aangesproken door de doos. Het is weer toevallig dat ik hem heb gespeeld en sindsdien heel veel nog gespeeld eigenlijk. Ja, dat was het dan eigenlijk. Het zijn er maar 5, maar snelle spellen, snelle top 10 zeker. Hè. Vond je het fijn om te doen? Oh, ik vond het leuk, ja. En we zitten ook in een leuke omgeving. Ah, voilà, dat is een eigen plek in de wereld. daar ben ik van overtuigd. Ja. Goed, dan bedankt je om te komen, Sven. Graag gedaan. En dan doen we volgende keer nog eens misschien, hè. Volgend jaar. En dan bedank ik jullie om te kijken. Bedankt. Tot de volgende keer. Dag. Maar wacht, Maarten. Trax is een moeilijk... Hoe lang je dit duurt en alle beurtjes? Trax is een moeilijk spel om uit te leggen, zeker als je regelmatig wordt onderbroken, maar...